En mijn naam is Hans Klevers. Ik ben vooral onderzoeker met mijn laboratorium in het Hubrecht Instituut. Daar zijn wij op dit moment. De contacten met proefdiervrij die hebben heel veel te maken met de Living Biobank die wij aan het bouwen zijn. Dat is eigenlijk de combinatie van 25 jaar onderzoek. Maar de afgelopen 5 à 10 jaar hebben we ontdekt hoe menselijke stamcellen werken. We kunnen nu menselijke stamcellen uit alle gezonde weefsels, maar ook uit alle zieke weefsels in kweek brengen. En dan bestuderen en dat kunnen we gebruiken om precies vast te stellen welk geneesmiddel goed is voor iedere individuele kankerpatiënt. Ja, de contacten met proefdiervrij zijn vrij recent. Gebaseerd op het feit dat wij plotseling gezonde en zieke weefsels van de mens konden kweken, raakten we in gesprek met proefdiervrij. En dat ging met name over een toepassing van ons soort kweken, dus gezond weefsel van een gezonde persoon. Toepassing daarvan in de toxicologie. Zoals bekend worden op dit moment heel veel proefdieren blootgesteld aan stoffen om vast te stellen of ze gevaarlijk zijn. De belofte van onze techniek is dat wij met dat gekweekte menselijke weefsel veel betere modellen in de handen hebben. Veel beter voorspellend voor wat er gebeurt als een mens, een echt mens, wordt blootgesteld aan de stoffen die we nu kunnen loslaten op menselijk weefsel. Ja, ik denk dat een onderzoeker, de meeste van mijn collega's, vooral gedreven worden door hun eigen nieuwsgierigheid. En het gevoel wat je krijgt als je iets nieuws ontdekt, dat Eureka-gevoel is toch wel heel erg bijzonder. Ja, het is denk ik heel erg belangrijker dat we voor dit specifieke deel van de wetenschap, het als het ware overbrengen van wat je doet of leert van dieren naar een wetenschappelijke praktijk waar je die dieren niet meer bij nodig hebt, dat je dat heel gericht kan steunen. Nou, de huidige manieren, wijze van financiering in de Nederlandse wetenschap, die maken die overstap niet makkelijk. En ik denk dat dit juist het domein is waar proefdiervrij heel mooi instapt.